Kolskamp. Geen meter bergop, helemaal vlak. Dus iets voor de sprinters eigenlijk, alhoewel er veel wind is in Kolskamp. Dit zijn de vier vroege vluchters. Guillaume van Kersbulk, Arnoud van Groen, Gregory Rast en Kenny ter Weduwe. Zij zijn er al vroeg vandoor gegaan in de derde ronde. In het peloton zien we voortdurend hetzelfde. Eigenlijk de ploeg van BMC, het BMC-team van wereldkampioen Cadel Evans, rijdt de hele tijd op kop. Terwijl Evans zelf vrij rustig in dat peloton zit. Voorin begrijpen de vier elkaar goed. De meest opvallende naam daar is Guillaume van Kersbulk hier van Quickstep. Pas 19 en al een contract versierd bij Quickstep. Van Kersbulk is een talent. En in het ene zitten, want hij is de kleinzoon van ex-wereldkampioen Benoni Beheit. In het peloton krijgt BMC intussen hulp van de jongens van Verandas Willems. Dat is natuurlijk in functie van Stefan van Dijk, de snelle man van Verandas Willems. Maar het is nog ver. De finale is nog lang niet begonnen, maar door die wind wil toch iedereen al opschuiven. Op vier ronden van het einde zijn we intussen, dat is nog op 48 kilometer van de aankomst. En daar rijden de vier nog altijd voorop. Ze hebben 1 minuut 15 voorsprong op het peloton, met daarin nog altijd diezelfde situatie. Maar het gaat behoorlijk snel in dat peloton. Iedereen wil opschuiven en je ziet dat ook vooraan. De jongens van HTC Colombia in het midden schuiven naar voren. Het is nerveus en dan krijg je ook... De vier worden ingelopen en Stijn Steels die maakt daarvan gebruik. Gereden. Maar dan zijn we al aan de sprint toe. En daar probeert Skill Shimano het heft in eigen handen te nemen. Maar dat is zonder die man van Colombia gerekend. Die plots nog eens versneld en heel goed uit dat peloton komt. En een lengtevoorsprong behoudt. Maar wie is het? Dat is Lee Howard. Lee Howard, de jonge Australier, haalt het zowaar. Niet IJssel, maar Howard.